Welkom bij 42 Actueel, met deze week de volgende onderwerpen. Momenteel zijn bij twee openbare locaties in onze gemeente blauwalgen in het water aangetroffen. Namelijk in de haven Ter Heide en in de brandput Lage Zwaluwen aan de Vijverstraat. De gemeente heeft hier ook al waarschuwingsborden laten plaatsen. Blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Vermijd daarom al het contact met dit water. Voor de exploitatie van de horecagelegenheid in de sporthal Driedorp in Wagenberg is een nieuwe partij gevonden, VOF Bar 13. Op 11 augustus werd de concessieovereenkomst voor de exploitatie ondertekend. In het volgende filmpje ziet u de ondertekening en stellen de nieuwe exploitanten zichzelf aan u voor. Ik ben Ger van Turnhout, eigenaar van Turnhout Schilders. Wij schilderen altijd in de omgeving hier, in de gemeente, Drimmelen. En daarnaast trek het al heel lang om iets in de horeca te gaan doen. En dit kwam op ons pad. En om het dan samen met mijn dochter en een goede vriendin te kunnen doen, lijkt ons geweldig. Het is echt een uitkomst. We zien het helemaal zitten, dus we gaan er ook helemaal voor. Ja, mooi. Oké. Ik ben Kim Diepstraten, ik ben 27, woonachtig in Wagenberg. Een eigen cupcakebedrijfje en inderdaad heel veel zin om deze horecagelegenheid heel veel nieuw leven in te blazen met Marieke en Ger. Nou, ik ben Marieke van Turnhout en ik ben eigenaresse van de Nacho Bar. Dus al wel een klein beetje horeca ervaring, maar net zoals deze twee ontzettend veel zin erin en we hopen er iets heel moois van te gaan maken. Door het warme weer en het uitblijven van genoeg regen is het te droog en daalt de waterstand. Waterschap Brabant Delta heeft daarom vanaf 9 augustus een algeheel beregeningsverbod ingesteld tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. Een uitzondering geldt voor het koelen van fruitboomgaarden en voor het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor het vee. Onder het waterschap Brabant Delta valt ook de gemeente Drimmelen. De lage waterstand leidt ook tot ongemak bij de waterrecreanten in de Biesbos, waar vooral in de kreken bootjes vastlopen. Rondvaartboot de Zilvermeeuw, die onder meer door de Biesbos vaart, kan vooralsnog de normale routes afleggen. Na 2 jaar van afwezigheid is Waailand Outdoor weer terug. Het recept is gelijk aan Waailand Festival, maar dan buiten. Waailand Outdoor vindt plaats op 20 en 21 augustus in de Brieltjespolder in Maden. Waailand Outdoor 2021 tickets zijn automatisch geldig voor 2022 Outdoor editie. Je hoeft dus geen nieuwe tickets te kopen en deze zomer gaat Waailand naar de haaien. De line-up blijft tot het laatste moment geheim. En er valt nog van meer muziek te genieten. Op zaterdag 27 augustus vindt het Herengrachtconcert Drimmelen plaats. Op de kop van de Herengracht in Drimmelendorp. Het begint om 6:30 en het duurt tot 12 uur. De toegang is gratis. Tijdens deze avond komen diverse muziekstijlen aan bod. Sinds eind juli hangen er levensmiddelen deelkastjes aan de kerkgevels in Ter Heide en Wagenberg. En in Maden aan de pastorie in de Kerkstraat. De vierde komt binnenkort in Zevenbergen. Het idee is eenvoudig. De een kan er iets inzetten dat hij niet nodig heeft en de ander kan er iets uithalen waar hij of zij behoefte aan heeft. Zo helpen mensen elkaar en is het bovendien een goed voor het milieu. Het is een initiatief van de heer Van Beek uit Ter Heide. Brabant Water vraagt iedere Brabander om slim en zuinig om te gaan met water vanwege de warmte en aanhoudende droogte. Gebruik alstublieft minder water, luidde op de oproep. Nederland heeft officieel een watertekort, kondigde de regering al eerder aan.
Het schaarse water zal volgens wettelijke afspraken worden verdeeld, zodat dijken, veengebied en zeer kwetsbare natuur zo lang mogelijk worden voorzien van water. Mogelijk volgen in de komende weken meer maatregelen. Dit was weer 42 Actueel. Na deze uitzending staan er een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. De vakantiegangers wensen wij een fijne vakantie. En blijft u thuis, dan zien we u graag weer volgende week. Volgt u ons ook op social media van Omroep Drimmelen?